Berghuis schiet. En die bal gaat erin. Corner. En die gaat er in één keer in. Weer Berghuis. En het stiftje schitterend. Oh, wat een goal. Dit doet een man in vorm. Dit doet een man in topvorm. Nog een voorzet. Daar komt Berghuis en die komt er. Schitterend in. Voetbal is een grote rol. Mijn vader die gevoetbald heeft. Ik en mijn broertje eigenlijk ook gaan voetballen sinds wanneer het kon. En mijn moeder die moest erin mee. Voetbal is heel erg belangrijk binnen ons gezin. En, ja, we beleven daar gewoon heel veel plezier aan. En we hebben daar altijd heel veel plezier aan beleefd. Wij hadden het idee bij Tristan, dat wordt zeker een betaald voetbalspeler. Weet je wel, hoe hij tekeer ging in de jeugd, dat was echt geweldig. Ik zie die kinderen nog lopen ook op de camping, weet je wel, waar Steven toch altijd een beetje het mannetje was. Had hij een Italiaans shirtje met Totti achterop. En Tristan die liep eigenlijk als een soort stofzuiger toen al met die toernooitjes op de camping achter hem aan. En als Steven de bal verloor, dan was Tristan daar om er bovenop te gaan. Dus bij Tristan is het eigenlijk een beetje zo gegaan. Die zat heel hoog in zijn niveau eigenlijk en dan ging steeds eigenlijk een beetje minder. En bij Steven dacht je van, oh, hoe gaat dat? En dan ging steeds beter. En dan is Steven uiteindelijk de profvoetballer geworden en Tristan is dan nu trainer. Maar het is wel bewonderenswaardig hoe beide jongens het hebben ingevuld. Maar als je naar Tristan kijkt, misschien toch een teleurstelling, ik ben geen voetballer geworden. Maar hoe hij dat nu invult om trainer te worden. Hij doet er alles aan om te leren, hij investeert in zichzelf. En dat is altijd wel grappig, omdat hij kan heel goed tactisch kijken. Dus we zitten wel eens een Champions League wedstrijd te kijken. En wij kijken echt individueel. Wij kunnen op het puntje van de stoel zitten als Mbappé aan de bal is. En als Neymar aan de bal is. En Tristan zegt dan soms van, zie je hun verdedigen? Of zie je... Dus dat is wel heel erg grappig, dat hij een beetje kijkt als trainer. En wij heel individueel. Maar ja, dat maakt het gezin ook weer heel erg leuk. Ja, mijn leven was gewoon totaal anders. In de zin van, ik ging gewoon naar een normale school. En op de fiets eigenlijk in de ochtend en daarin had ik nog helemaal niks met voetbal. De hele ochtend niet en middag niet. En natuurlijk wel op het schoolplein of wat dan ook, maar dat was gewoon heel erg anders. En in de avond ging ik eigenlijk pas trainen. Ging ik mijn vriendjes ophalen en gingen we naar de training toe en bleven super lang hangen. 2 keer in de week, 3 keer in de week en op een gegeven moment kwam zaalvoetbal erbij en pleintjes buiten voetballen. Dus vanaf me. 12e, 13e tot mijn 16e, 17e, toen ik voor het eerst naar profclub ging, heb ik gewoon zoveel gevoetbald en zoveel mijn eigen vrije tijd kunnen invullen, zeg maar. Waarin Tris al een beetje geleefd werd, volgens mij. Ja, dat klopt zeker. En de carrière van Steven is natuurlijk wel heel apart gegaan. Op zijn 16e kwam hij bij Go Ahead Eagles. Een aantal testwedstrijden gespeeld. Ik had het idee dat ze hem meer haalden voor de breedte dan echt van, daar zien we wat in. En dan moet je ook een beetje geluk hebben, want na 1 jaar Go Ahead Eagles gaan Go Ahead Eagles en Twente samen. Er komen er een paar wedstrijden en dan kijkt Twente, kunnen we misschien wat jongens gebruiken van de Eagles? En toen dachten ze, we pakken Steven erbij. En toen begon het echt een beetje te lopen. En dan komt hij met hele goede spelers te spelen. Met Ola John en Thomas Bruns, zo even uit mijn hoofd. Misschien de bekendste spelers die op dat moment... Faisal Shayeste, maar die is daarna uitgewaaid naar Afghanistan. Maar die was ook echt goede voetballer, ja. En ik denk dat Theo ten Kaat, dat was toen je trainer. En ik weet niet op wat voor positie hij jou toen neerzette. Maar op een gegeven moment ben je bij Twente volgens mij een beetje rechtsbuiten geworden. Terwijl die in de jeugd eigenlijk een echte nummer 10 was. Ja, ja toch? Ja. Ja, Theo ten Kaat in de A1 bij Twente speelde ik nog wel veel als linkshalf. Zelfs soms als controleur. En dat is ook best wel goed voor mijn ontwikkeling geweest. Kijken waar de vrije man is, het spelletje lezen. Dat was wel. Ik was echt middenvelder eigenlijk. Op een gegeven moment was bij Twente ook het niveau echt hoog. Dat was ook. Twente was net kampioen geworden, speelde in de Champions League, hadden spelers als Chatley, Brian Ruiz, Theo Jansen, Wout Brama, Wisselhof, Douglas. Toen mocht ik daar voor het eerst mee trainen. Mijn geluk was dat ik naar het EK onder 19 ging. En ik zou eigenlijk bij Jong Twente aansluiten vanaf de A1. Maar omdat ik naar het EK ging, mocht ik met het eerste trainen. Want ze wouden wel een fitte speler bij het nationale elftal afleveren. Ja, en toen pakte ik mijn kans eigenlijk. Ik kan me herinneren dat jij nog op de tribune zat in de Goalsvesten om te kijken bij mijn eerste trainingen. Mm-hmm.
En toen zeiden ze gelijk na die week van als je terug bent van het EK, kom je gelijk weer bij ons. En zeg maar, dat geluk moet je ook een beetje hebben. Nou, eigenlijk had ik het gevoel, hè, wat hij net vertelde, eerste training met Twente 1 mee trainen. Toen had ik meteen zoiets van ja, dat gaat hem wel worden. Weet je wel, hij liet toch dingen zien en hij liet zich ook toen al een beetje niet het kaas van het brood eten. Hè. Je had natuurlijk Sander Boske en Theo Jansen, dat waren ook harde jongens wat dat betreft. En we moeten ook echt Co-Adriaanse noemen, die gedurfd voetbal wil spelen, die niet kijkt naar leeftijd. Hè, ik hoor jou eigenlijk nog zeggen van, hey, mijn opdracht voor vandaag is alleen maar voorzetten te geven op Janko. Ligt die bal vrij, voorzetten op Janko. Nou, aan de andere kant stond Ola John. Dus je moet ook een beetje geluk hebben met de trainer. En ja, Co-Adriaanse was natuurlijk een geweldige trainer voor jonge jongens ook. En als hij het in je zag zitten, dan... Die stond voor geweldig voetbal ook wat dat betreft. Hoewel. Die rok voor jou, mag ik die even weg? Is die niet mooi? Ja, maar dat is te modern. Hey, talent jongen, daar moet je wat mee doen. Foto model, thank you. Ik ben ook in dat opzicht wel een beetje laat bloeien, denk ik. Als je ziet al bij ons, ook bij het Nederlandse elftal, Gravenberg, maar bij ons Geertruida en Malasia, hoe sterk die jongens al zijn zeg maar, op die leeftijd. Ja, dat was ik nog echt niet. Ik kon echt nog niet op mijn 19e, 20e het verschil maken in de Eredivisie. Dat kwam nog echt te vroeg. Daar had ik echt nog wel 2-3 jaar voor nodig voordat ik eindelijk... De kwaliteiten waren er wel, maar gewoon en het mentale en het fysieke, het volhouden van... Dat had er bij mij nog wel echt wat tijd nodig. Bij Benfica ook wel mooi. Ja. Want jullie gingen spelen. Ikke. Jij en Ola John. Ola viel in. Of viel Ola John in? Ja. Oké. Okay. Ik speelde toen. Oh. Uit. Steven is een geboren profvoetballer. Ja, ik denk het uiteindelijk wel. Ik zeg ook altijd wel dat je met sommige dingen echt gewoon geboren wordt. Weet je, het talent wat Mbappé heeft, wat Messi heeft, bijvoorbeeld een Michael Jackson of een André Hazes. Ik heb het ook een beetje het gevoel dat je daar gewoon mee geboren wordt. En wij hebben de kinderen altijd heel erg vrijgelaten, maar we hadden wel zoiets... Toen hij ging voetballen bij Frisia, ik weet nog goed, dat was zijn eerste clubje in Friesland. Toen was hij 5 jaar oud en... Toen gingen Robert Loontjes, mijn ex-collega bij Cambuur, en ik even kijken bij een training. En toen scoorde hij een goal. En toen deed hij ook zo gek in de sneeuw, weet je wel. Met zijn benen omhoog, met een muts op. En toen dacht ik van, hey, weet je, die kan wel eens gaan voetballen. Dat idee had ik wel, ja. Kan ik me gewoon herinneren ook. Ja, hè? Ja, kan ik me gewoon herinneren, ja. Het werk van mijn vader heeft mijn leven bepaald. Moeilijke, jongen. Ja, ja. In een deel wel, denk ik. Vanaf een bepaalde fase kan ik me nog herinneren. Kleine fase in België. Kan ik nog heel ver voor de geest halen. En eigenlijk de fase Cambuur. Jouw laatste fase. En ja, mee naar het stadion. Dat ik ook na de wedstrijd mocht ik op het veld een bal schieten. En op een gegeven moment vond ik het gewoon heel erg leuk. En dat is een beetje, ja... Wordt dat door je vader bepaald? Dat weet ik niet. Maar ja... Ze lieten me ook heel erg vrij in wat ik leuk zou vinden of niet. Ze hebben me nooit gepusht. Ik zag ook wel eens vaders van vriendjes die hun kind dan meenamen naar veldjes. En we gaan nu dit oefenen en we gaan nu dat oefenen. Ja, dat hebben jullie bij mij helemaal niet gedaan. Dus ja, in een gedeelte wel. En uiteindelijk ja, moet je het zelf ook wel echt leuk vinden op een gegeven moment. Ik was nog best wel lang, ook al dat ik bij de profs zit, nooit bezig met echt... Dat ik profvoetbal moet halen of zo. Ik vond het gewoon echt heel erg leuk. En waar ik ook voetbalde, wilde ik gewoon goed zijn. Of wat nou een toernooitje was hier in de buurt. Of op het Johan Cruijffveldje. Of bij de amateurs. Of later in de zaal. Of... Ja, ik wou gewoon altijd gewoon goed zijn en mezelf laten zien. Maar ik was nooit echt bewust bij... Oh, ik moet profvoetbal halen. Ik moet profvoetbal halen. Dat had ik later pas. Dat je zelf doelen gaat stellen en... Ja, dat je jezelf zo gaat ontwikkelen, maar in de beginfase wat is gewoon zoveel mogelijk voetballen eigenlijk.
Steven zou een goede trainer zijn. Ja, ik ben wel heel benieuwd wat Steven na zijn carrière gaat doen. Laten we hopen dat dat nog heel lang duurt. Wat dat betreft, hij leeft er heel goed voor. Dus wat dat betreft verwacht ik nog wel dat hij een aantal jaren sowieso gaat voetballen. Ik heb wel het idee dat hij in het voetbal blijft. En ik zit wel eens te denken aan welke functies. Trainer, denk ik. En uiteindelijk zou hij misschien ook wel in een andere rol heel goed kunnen zijn. Misschien een soort technisch directeur of... Wat denk je zelf? Technisch directeur, die had ik niet verwacht. Heb ik nog nooit over nagedacht ook, denk het ook niet. Ik vind het wel leuk, net als jou, gewoon op het veld staan eigenlijk. En dan in welke rol hoofdtrainer, denk ik, zou ik nu zeggen nee. Maar ik zou het wel echt leuk vinden om spelers te helpen om hun doelen te bereiken, zeg maar. Om met spelers ook doelen te gaan stellen en hun gewoon... met spelers te werken die ook echt die drive hebben om de beste te willen zijn. En dat hun ook zeg maar, gewoon aanreiken en daarin helpen. En dan zou het zoveel voldoening denk ik geven als je dan ook zo'n speler ziet ontploffen en gewoon naar de top ziet gaan. Dat je thuis zit, dat je denkt, ja, daar heb ik misschien wel een beetje bijdrage aan gehad of zo. Oh, mijn vader heeft meer verstand van voetbal. Nou, ja, uiteindelijk denk ik wel. Je bent ouder, je hebt meer ervaring, meer meegemaakt. Ook ervaring als voetballer en als trainer. Dus ook over het voetbal, ja, hoe je trainingen geeft, in welke afstanden, welke regels je erbij kan verzinnen. Omgang met spelers, ja, je bent gewoon ouder dan mij, meer meegemaakt. Dus ik denk uiteindelijk wel. Steven is soms te streng voor zichzelf. Eigenlijk vind ik dat niet. Want we weten eigenlijk allemaal wel dat hij de lat behoorlijk hoog legt voor zichzelf. En hij verwacht dat eigenlijk ook van mensen rondom hem. Hij vindt wel, en dat zegt hij zelf ook wel eens, dat hij moet leveren. Hè? Ik speel voor Feyenoord, grote club. Ik ben een buitenspeler, ik moet leveren. Hè? Assist, doelpunten. Hij heeft wel een grote verantwoordelijkheid wat hij zelf neemt. Dat wel, maar te streng. Hij kan ook wel heel erg genieten van het voetbal. Maar het is wel zo dat hij wel echt wil leveren. En hij wil zijn vak eigenlijk gewoon heel professioneel beleven. Dat is hij ook verplicht vindt hij richting de club. En richting de supporters, et cetera. Dus te streng zou ik niet zeggen. Gewoon professioneel eigenlijk. Mijn vader heeft een betere vrije trap. Hij is blij, joh. Ja. Ja. Mijn laatste vrije trap dateert alweer van een aantal jaar geleden. Dus dat is niet goed genoeg. Ik train er wel op. Probeer zeker 1-2 keer in de week ballen te trappen. Dat heb ik ook wel van jou geleerd. En daar wijs je me ook wel altijd wel op. Hij kan ook ontzettend ergeren aan een slechte vrije trap van mij of een slechte corner. Dat heb je wel echt. En ik denk dat mijn corners en mijn vrije trappen voor de goal in het leven van assist, daar ben ik wel tevreden over. Maar mijn directe vrije trap is, ja, moet wel echt wel veel beter eigenlijk. En, ja, ik heb heel veel beelden van mijn vader gezien. Veel gemaakt, ook van ver, van dichtbij, van ene hoek, andere hoek, hard laag tot krul over de keeper. Nou, hij heeft me ook wel vaak verteld dat, dat je ook wel veel ballen schoot, hè, op de training. Ja, enorm veel. Ja. Hè, dus in die tijd, ja, dan ging je zelf met een zak ballen naar buiten, een uur voor de training al. Hè, dan ging ik echt ballen op allerlei posities leggen en maar trappen en maar trappen. Ik deed dat trouwens altijd zonder muur. Dus dan had ik zelf wel het idee van, hey, deze gaat over, deze is te laag. Weet je wel, dat soort dingen. Vaak na de training nog een kwartier, een half uur. Mijn trainer Leo Steegman, die stimuleerde dat enorm, want ja, dan kon je toch een wedstrijd doorwinnen, door 1-0. Hè? Dat kan een vrije trap zijn. Ja, en hij scoort inderdaad te weinig uit de vrije trap. Weet je, nu neemt hij de penalties en dan gaat zijn aantallen omhoog. In het verleden, de jaren ervoor, nam hij de penalties eigenlijk niet. Hè? Dan kwam hij rond de 15, 16 goals, 17. En nu, eigenlijk met zijn trap, zou hij wel een paar vrije trappen binnen moeten schieten. Berghuis en Vermies. Berghuis schiet.
En die bal gaat erin. En Volendam komt terug in de wedstrijd. Op een merkwaardige manier. Vermies eroverheen. En Berghuis schiet. Ja, het is ook een beetje gevoel, hè? Gevoel voor een vrije trap. Ik moet ze zeggen, bij FC Volendam schoot ik ze ook wel vrij hard. Weet je wel, er stond ook altijd wel een aardige wind. Dus er vloog er ook wel eens een het IJsselmeer in. Maar als ik hem echt goed raakte en zo, en een beetje op de wind of met de wind die hem dan richting de goal bracht, ja, dan kon ik wel aan. Dus ik nam ze wel een beetje wat harder, denk ik. En gevoel is, ja, sommige spelers hebben dat, hè? Die hebben heel veel gevoel om hem over het muurtje te leggen. Dat lijkt iets voor een man met een rechterbeen. Of zou Berghuis dat ook kunnen? Dan moet de bal dus opzij. Nou, hij kan het inderdaad. Tjonge, wat een vrije trap. Wat zat hier daar dichtbij? En wat scoort Pastoor vervolgens? Dat is toch fabuleus zoals die Berghuis de vrije trappen neemt. Want dit is helemaal niet eenvoudig. Ik probeer hem nog wel eens tips te geven, weet je wel. Wat ik vroeger dan wel eens deed. De bal iets verder wegleggen. Ja, want de scheidsrechter die fluit nooit en de tegenstander die protesteert nooit als je hem dichterbij legt. Dus ik zeg altijd, leg hem ietsjes verder weg. Heeft hij misschien net de ruimte om over die muur te gaan. En ik zei altijd, ja, vroeger trapte de keepers daar nog in. Kijk in de verre hoek en je krult hem in de korte. Dus. Het voetbal is wel wat geëvalueerd natuurlijk. Er is nu ook een muur liggen, daar had hij ook geen last van. Ja. Dus dat wordt denk ik wel veel meer geanalyseerd. Ik denk, zeg maar, in de jeugd bij WSV scoorde ik wel best wel veel vrije trappen. Maar dat was gewoon echt in de hoek van de keeper. En gewoon laag plaatsen, dan zat hij al. Toen waren de keepers ook veel minder natuurlijk. Maar je merkt nu ook wel, net zoals met, heb ik het wel eens met Nick Masman over en Justin. En de keeperstrainer van Feyenoord, Galit. Ja, dat ze daar wel echt nu hele duidelijke, specifieke afspraken over maken. Hoe gaan we zo'n vrije trap, zeg maar, verdedigen. Dus het is ook wel iets moeilijker geworden, maar dat jij een betere vrije trap hebt, dat is wel zeker. Liever veel besproken dan onbesproken. Ja, Steven wordt regelmatig besproken, dus, maar wij kunnen dat ook weer heel erg goed handelen. Hij kan het zelf heel goed handelen en wij als gezin eigenlijk ook. Het is onderdeel van het werk waar je in zit. Hè. Je bent toch een bekende Nederlander geworden. En als bekende Nederlander, wie het ook is, mensen mogen je of mensen mogen je niet. Maar dat is niet zo erg, vind ik, weet je. Dus dat is gewoon een gevoel wat mensen hebben bij een bepaald mens, dus. Maar wij kunnen dat heel, heel goed hebben wat dat betreft. Middenspel. Ja. Dat was lekker trouwens. Visje, ja, was goed. Ja, ja. Was top. Ja. Zo, heel lekker. We hebben een tomkaassoep met noedeltjes, lekker wat kabeljauw en gamma. Heerlijk hoor, bedankt. Ik denk dat ik iets enthousiast ben. Ja, ik kom terug. Anders heb je heel weinig soep. Top, dankjewel. Liever veel besproken dan onbesproken. Ja, tuurlijk. En uiteindelijk liefst positief. Maar ja, dat gaat niet altijd. Het gaat ook een beetje gepaard vaak met prestaties. Van je elftal en dan van jezelf. Ja, ik ben nu eenmaal aanvoerder van Feyenoord. Ik had het er laatst nog met Dirk Kuyt over. Dat, ja, als het goed gaat, dan gaat het ook vaak over jou. En als het wat minder gaat, dan gaat het ook vaak als eerste over jou. Ik kom vaak ook als eerste voor de camera na een wedstrijd. Dus wat jij net zegt. Weet je, ik weet gewoon dat ik... Ja, dankjewel. Ik weet gewoon dat ik er heel veel voor doe, heel veel voor laat. Dat ik leef voor mijn sport, dat ik hard train, dat ik oefen op schoten, op alles. En ja, dan doe je ook wel eens een keer wat fout of dan ga je ook wel eens een keer over de scheef. Ja, dat is ook een beetje mijn karakter. Dat is altijd wel zo geweest, denk ik. Maar ja, je kan de negatieve kanten altijd zien, maar je kan ook de positieve kanten zien. Ik denk dat ik ook heel veel goede dingen doe, ook als aanvoerder zijnde. En als de mensen het om je heen ook maar weten, dat vind ik vaak ook het belangrijkste dan dat andere. Ik merk het ook wel eens als ik met mensen tegenkom en die gaan dan in op wat er dan is gezegd. Of,
En dan leg ik het een beetje uit zo. En, oh ja, en dan is het al, dan is dat gevoel al helemaal anders, zeg maar. Dus ja, de mensen om me heen weten het, ja, hoe ik ben, waar ik voor sta, waar ik vandaan kom, hoe mijn jeugd was. En ja, dat vind ik het allerbelangrijkste. En eigenlijk om aan te vullen, hè, hij had het net zelf, hè, een stukje karakter. Hè. Ik heb natuurlijk zelf ook gevoetbald. Ik heb ook heel veel van dat soort spelers gehad. En met elkaar probeer je natuurlijk iets te creëren. Maar het is ook wel een stukje opvoeding. Hè. We hebben wel thuis zo'n milieu gecreëerd. Dat, hè, los het eerst zelf maar op. Hè. Of, toen kinderen jong waren, heb je een probleempje op straat of op school of met de voetbal? Los eerst maar zelf op. Hè. Kom je richting ons van, Pietje heeft dit gedaan of Jantje heeft dat gedaan, dus... En dat heeft altijd prima gewerkt. Dat ging eigenlijk altijd heel goed gegaan. Dus, Ja, die vrije trap die moet ik wel aan jou geven, man. Heerlijk. Smaakt goed, hoor. Ja, is lekker. Wil je niks anders drinken? Nee, ik ben goed met water, hoor. Het is wel lekker dit, man. Jeetje. Mm-hmm. Kom je ook nog even in beeld, denk ik? Nee, hou. Ja, superleuk. In eerste handje kijk ik wel met veel plezier altijd naar de wedstrijden, dat sowieso. Maar als hij geen kwaliteit had, dan zou ik ook niet zeuren over dingen. En dan zit het met name doen in een beetje domme dingen, weet je. Dan denk ik, waarom geef je nu de voorzet, dan wordt hij geblokt bijvoorbeeld. Of dan schiet hij terwijl de bal helemaal niet goed ligt, of ik noem maar wat dingen. En daarnaast is het, we hebben het ook altijd over, hey, hou je houding goed en zo. Of, laatst tegen AZ bijvoorbeeld, die overtreding niet doen, jongen. Je kan hem blesseren, vind ik niet nodig. Je kan jezelf blesseren. Hè? Moet je niet doen, weet je. We houden allemaal van keihard voetbal en zo ben ik ook opgevoed en opgeleid wat dat betreft. Dat zijn dan dingen die hij niet nodig heeft met zijn kwaliteiten. Want ik heb vroeger ook wat tackles gemaakt en die zagen er vaak ook niet uit. Dus ik denk, dat is niet nodig. Met jouw kwaliteiten, focus op dat goede spel en bam. Duimpje omhoog gedaan. Al geabonneerd? Klasse.